Daar in die grote grot was alles zo mooi. De slingers aan de wand van boven, de slingers aan de zijkanten, al die juwelen prachtig schitterend. En al die visjes die maar buitelingen maakten in het water, die kwentelden om me heen. En ik op de rug van die vis nog altijd. En we riepen naar elkaar. Alle visjes waren aan het joelen. Er werd zelfs gezongen. De visjes zongen kinderliedjes. En ze gooiden met snoepjes naar elkaar. En ik kon er ook snoepjes vangen. En proefde ervan. Die waren zo lekker. Het was zalig. En zo ging het maar door. Ik weet niet hoe lang, maar het moeten uren geweest zijn. Uren van dolle pret daar in het water. Maar opeens keek het visje naar mij en zei me: het is bijna tijd. We moeten doorgaan. Ik breng je terug. En ik had zo'n spijt. Ik wou nog niet weggaan. Ik wou nog blijven spelen met die visjes. Nog van die lekkere snoepjes eten. En naar al dat schitterend moois kijken. Er eventjes aanraken. Maar het visje zei: hou je stevig vast. We gaan er vandoor. Als een pijl uit een boog. Hou je vast. En ik greep me stevig vast. En het visje zwom bliksemsnel met mij weg. De grot uit. En links en rechts van ons, aan boven en onder, zwommen wel duizenden visjes met ons mee. En die blijven maar buiten en tuimelingen maken en onder ons doorzwemmen en boven ons uitspringen. En er werd nog steeds gejoeld en gezongen. En zo verlieten we de grot, kwamen terug in een brede stroom en zwommen verder. En opeens keek ik om me heen en alle visjes waren verdwenen. En ik zwom nog alleen met het visje. En we kwamen alsmaar in een smallere beek terecht. En het visje zei naar mij: we zijn er bijna. Ik zal je afzetten op de plaats waar ik je opgepikt heb. Is dat goed? En ik kon bijna niks antwoorden. Ik had tranen in mijn ogen en een krop in de keel. Want ik wou daar nog zijn bij die visjes, daar in die grot. Maar opeens ging het visje boven water. En ik zag dat we in de beek waren, dicht bij ons huis. Het visje zei: we zijn er. Stap maar op mijn rug. Ik wou niet. Ik zei: nee, visje. Laten we nog een keertje teruggaan. Dat kan niet, zei het visje. Het is tijd om naar huis te gaan, je mama wacht. En toen stapte ik van de rug van het visje. Ik boog voorover en ik zag dat het visje opnieuw zo heel, heel, heel klein was. Ik dacht, dat kan niet dat ik daar heb opgezeten. En tegelijkertijd voel ik aan mijn kleding is droog. Ik voel aan mijn haren zijn droog. Maar ik sta wel met mijn voeten in de beek. Met mijn mooie nieuwe schoenen. En ik stap prop uit de beek. En mijn schoenen dropen van het water. Oh la 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 la, wat zal mama nu zeggen, schoot door mijn hoofd. Ik raapte snel mijn speelgoedjes dus daar bij elkaar en haastte me naar de tuin. En daar kwam mijn moeder al aangelopen. Waar was je, Luc? We wachten voor het eten, haast je. En toen zag ze hoe mijn schoenen dropen. En ze werd boos. Wat heb je nu toch gedaan? Je bent met je schoenen, met je nieuwe mooie schoenen in de beek gegaan. En ze keek heel boos. Ik zei: mama,
Laat me iets vertellen. Ik moet je iets zeggen. Geloof me. Luister. En mama zei, oké, vertel dan op, Luc. Zeg wat je te zeggen hebt. Maar ik ben niet blij. En toen deed ik het verhaal van de visjes in alle kleuren, van de bloemen en de planten onder water, van de grot met al het moois en de snoepjes en de visjes die zongen en dansten en die met me speelden. En mama moest lachen en ze zei, tja Luc, na zo'n schitterend verhaal kan ik toch niet meer boos zijn op je. En ze zei, doe vlug je schoenen uit en haast je naar binnen. Ik zal je dadelijk het eten brengen. En toen ik aan het eten was, lachte ik nog even naar mama en zei, mama, omdat je niet boos bent, beloof ik je dat ik vandaag en morgen de hele dag braaf zal zijn. Naar je luisteren en doen wat je zegt. En mijn moeder zei, ja, ja, het is goed, jongen, het is goed. Maar van die schoenen, shh, mama, zei ik, het was zo prachtig allemaal. En mama glimlachte nog eens, ja, jongen, het is al goed. En ja, kindjes, zo zie je maar, ik heb echt een ongelooflijk avontuur beleefd. Och, als ik eraan terugdenk. Ik zou zo opnieuw op de rug van het visje willen zitten en alles nog eens beleven. En jullie? Of moeten jullie nu eerst maar lekker gaan slapen?